talking fast. But in my game, you could lose that fact. And you could get the one that come, they say, but why you do me like that? Dank u wel, hou eens op. Dan moet je hem vastpakken. Ik snap dat je broer is dat je hem op de korrel hebt. Ja? Zag het wel. Ja, ready. Crouch. Bye. Set. Ik vind een goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom je net aangeheigd op het veld van Oemoumenou. En het is hier al een drukte van belang met jonge kinderen die getraind worden. Maar jij bent de captain van het eerste. Ja, sinds kort weer captain van het eerste. Was je een tijdje niet captain? Ja, nee, klopt. Ik heb het stokje van Joey overgenomen, want die loopt met wat blessures rond. En met mij gaat het goed nu dus. Ik begreep net al een van je collega's hier. Jullie zijn wel een beetje uitzondering hier in Middelburg als het gaat om mogen spelen. Want jullie doen mee in een competitie die levert aan het nationale team. Ja, klopt. Ja, we spelen op het hoogste niveau. Dat is toch mooi dat we dat als klein clubje hier eigenlijk met voornamelijk lokale jongens voor elkaar krijgen. En wat je zegt dat die jeugd hier aan het trainen is, dat is wel de start van dat soort dingen. Ja, ja. En nu is het ook jullie hebben een nieuw shirt vandaag, sinds vandaag. Ja, klopt. Nieuw shirt, wat nieuwe sponsors erbij gehad. En die maken toch wel mogelijk dat. Kijk, daar hebben we de coach. How are you? Yeah, I'm good, how are you? Ja, good. Ja. Ja, we hebben de heren Delta Safe. Nou, de heren, het bekende Middelburgse café, daar komen jullie ook wel graag een biertje drinken. Ja, zeker. Je moet toch je sponsors ook even langs gaan, hè? Ja, nou, Delta Safe, ook grote jongens. Ja, Pizza Amori. Voor all your food and beverage. Ja. Ja. Aan de voorkant nog? We hebben HDV Steidenwijn nog op de straat gevonden. Ook een bekende naam. Ja. En natuurlijk op de voorkant. Ja, en dan op de voorkant MBS van Hardy Pol. Ja, en die zag ik net ergens, hij is alweer verdwenen. Ja. Maar dat is ook een oude speler die zeer betrokken is bij... Nog altijd. En goed, kijk, hij staat daar aan de andere kant van het veld trouwens. Max er wel even wat shotjes van. Dat is goed. Ja. En we hebben natuurlijk nog op het broekje ook nog een sponsor staan. DCE. DCE Europe, ja. Dus ook iemand die betrokken is bij de club. Nou klinkt dat allemaal vrij commercieel, maar Oemoumenou is natuurlijk niet commercieel. Maar ik begreep net al van Mitchell, die zei, Oemoumenou is ook gewoon aan het groeien, vooral met jeugd nu. Er zijn veel nieuwe leden bijgekomen. Ja. Maar jullie willen ook uitbreiden op termijn, of hoe moet ik dat zien? Nou ja, in principe wel natuurlijk. We zouden het liefst zien dat ons tweede team wat aantrekt. Misschien dat je zelfs een derde hebt, onze dames dat die weer wat aantrekken. En dat begint toch bij de jeugd, ook omdat je wel niveau wil spelen. Dus hoe vroeger je ermee begint... hoe beter we gaan presteren op het eind. En wat je zegt, het klinkt wel commercieel met die sponsoren. Maar je hebt ze wel nodig om als club te groeien en ook om dat niveau te kunnen halen. Er zijn ook gewoon kosten mee gemaakt. En het is leuk dat je lokale ondernemers vindt die dat mogelijk maken. Ja, als mensen willen sponsoren, dan kunnen ze zich hier gewoon melden. Moeten ze dan bij jou zijn of bij het secretariaat? In principe bij Mitchell, die staat naast je. Maar... Ja. Mitch, waar moet je Ga jij over de sponsoren? Ja, bij de sponsorcommissie. Dus dan kan je gewoon een mailtje sturen naar sponsor@oemoumenou. We zijn hard op zoek naar meerdere sponsoren en als we het kunnen uitbreiden, heel graag. Daarbij wil ik ook nog Capello bedanken, want die is mede mogelijk gemaakt om alle bedrukkingen te doen van ons shirt. En het is heel mooi geworden. Ja, dat ziet er heel goed uit en nog steeds herkenbaar. Ja, zeker. En coach, how is the team doing? We're doing good. Yeah. No, we're doing all right. We're getting together, so that's the main thing. And this season, we'll just finish it out. Yeah. I think in the last part of it. So. Ja, veel succes. Thank you. En geef een vanjetje. Komt goed.